Het is feest, de jeugdboekenweek is begonnen. En daarom hebben wij een Vlaamse auteur uitgenodigd die jullie een verhaal gaat vertellen. Achteraf is er een uitdaging. Luister je mee? Beste kinderen, grootouders, ouders, juffen, meesters, bakkers, slagers van Denderleeuw, Erpenmeren, Leden, Haaltert en Nienhoven. Ik ben Siska Goeminne en ik schrijf, vertaal en vertel boeken voor kinderen en jongeren. Ik ben dus een jeugdauteur, zoals dat heet. En een van mijn boeken is Boze juffen, blije juffen. En ik maakte dat boek samen met Frank Danen. Hij maakte de prachtige tekeningen bij dit boek. En ik ga zo dadelijk voor jullie een stukje daaruit vertellen. Die vos hier, dat ben ik, Siska. Lang, lang, heel lang geleden stond ik klaar met mijn boekentas op mijn rug op de eerste dag van het schooljaar. Ik was klaar voor het eerste leerjaar. Oh, wat had ik er een zin in. Ik zou leren lezen, rekenen, tekenen, schrijven. Yes! Ha. Maar in het eerste leerjaar had ik ook dikke pech. Want ik had een vreselijke, een afschuwelijke, een hele boze juf. Die juf, die was elke dag boos op mij. En dan brulde ze, Siska, in de hoek. En dan vloog ik in de hoek. Met mijn handen op mijn hoofd moest ik daar gaan staan. Soms 10 minuten, soms een half uur, maar soms ook wel eens een halve dag. Ja, je moet weten, die juf hield niet zo van kindjes. Die speelden en lachten en babbelden, taterden, wiebelden, huppelden, zongen, sprongen. En ik was er zo een. Dus die juf en ik, dat ging niet zo goed. En daarover schreef ik het boek Boze juffen, blije juffen. Want gelukkig kreeg ik datzelfde jaar ook nog een lieve juf. Ja, dit is Vos. Maar Vos zit natuurlijk niet alleen in zijn klas. Dit zijn zijn vrienden. En ze zijn allemaal aan het wachten tot ze eindelijk op de speelplaats komen. De juffen en de meesters. Daar zijn ze. En soms heb je geluk, maar soms ook dikke pech. Want er zijn heel veel blije juffen, maar af en toe zit er een boze tussen. En die heb je natuurlijk al gezien. Boze juffen zijn gevaarlijk. Ze weten het niet, maar ze maken je klein. Ze kunnen je doen verschrompelen als een blaadje in de zon. Als je iets niet meteen snapt, dan worden ze kwaad en ze brullen. Hé, laba, kun je dan niks? En ze vergeten helemaal dat iedereen van de klas dat kan horen. Ja, opeens kun je dan ook echt helemaal niks. Boze juffen kunnen helaas niet goed lachen. Daar hebben ze gewoon het gezicht niet voor. Hun wenkbrauwen staan in een frons en hun lippen zijn een rechte streep. Dus zelfs bij een keigoede grap kijken ze nog een beetje zuur. En je ziet hier dat Vos eigenlijk de juf nadoet. Met haar kopje koffie, maar alle andere kinderen die wijzen. Pas op, Vos, pas op, achter je. Maar Vos merkt helemaal niets. Boze juffen, daar kunnen ze niks aan doen. Die ruiken helaas een beetje muf. Naar natte schoenen en naar koffie. Als ze te dichtbij komen, dan word je misselijk. Je denkt dan maar beter even aan bloemen of aan snoepjes met aardbeiensmaak. En als je goed kijkt, dan zie je dat Frank elk dier van de klas, elk kind, iets heeft gegeven wat lekker ruikt. Boze juffen zijn ook heel gevoelig. Je zit het best zo stil als een steen op je stoel.
dat hebben ze graag. Dan kunnen ze rustig toetsen verbeteren. Want ze houden niet van lawaai. En ook niet van tateren, wiebelen of gniffelen. Ken je gniffelen? Ken je dat woordje? Dat is zo. Je kan het. Zeker weten. Kinderen kunnen dat supergoed. Ja, het is wel lastig hè, voor zo'n juf, voor zo'n boze juf. Zo'n hele klas vol kinderen die wel houden van tateren en wiebelen en gniffelen. Boze juffen die weten wel veel. Jawel, toch wel. Maar ze vergeten ook heel wat. Bijvoorbeeld hoe het was om een kind te zijn. Dat zijn ze helemaal vergeten. Dat weten ze niet meer. Ze zijn dan ook vaak stokoud van binnen en ze zitten graag te zitten. Het is jammer, maar veel fantasie hebben ze niet. Dromen doen ze alleen nog 's nachts. En misschien kun jij zien waar deze boze juf van droomt. Zelfs al hebben ze een bril, dan nog zien boze juffen niet echt scherp. Ze zien alleen de scheve letters op je blad, of dat je tekening er zo net niet op past, maar dat je wiebelt omdat je verlegen bent en dat je gek doet omdat je niet op je gemak bent, dat zien ze helemaal niet. Daarvoor zijn ze stekenblind. En ze merken ook niet dat het lastig is voor zo'n klas vol kinderen. Een boze juf die niet echt houdt van een klas vol kinderen. Je kunt eigenlijk niks anders doen dan wachten. Lang, lang wachten. Tot de boze juf eindelijk weer weggaat. En dan... Hoera! Dan is het tijd voor een blije juf. Daar is ze. Ha! Blije juffen zijn totaal anders. Ze zijn lief en ze lachen veel en ze lezen voor. En ze zeggen, kom! We maken het hier gezellig. En ze vertellen verhalen waar gewoon geen eind aan komt. Hoe leuk is dat? En als je jarig bent, dan geven ze een cadeautje. Niet zomaar iets stoms, maar een speciaal cadeautje helemaal voor jou alleen. Ha! Ja, ze zien ook veel, hè, met of zonder bril. Ze zien wat je allemaal kan en wat je allemaal durft. Ze zien wat je wenst en fantaseert en ze dromen volop met je mee. Hé, en Frank heeft hier iets heel moois gedaan. Want je kan zien waar al deze kinderen van dromen. Wat ze later graag willen worden. Dat kun je zien op de tekeningen. Blije juffen luisteren graag. Je kunt ze alles vertellen. De leuke en de verdrietige dingen. Ze houden van grapjes en praatjes. En ze geven een schouderklopje op het juiste moment. Want hier zie je hoe Vos een beetje droevig is. Maar de juf heeft het gezien en ze troost hem. Oh, blije juffen ruiken meestal lekker en ze zijn zalig om te knuffelen. En ze knuffelen ook graag terug in tijden waarin dat mag, met van die mollige armen. En de stoere jongens en meisjes, die geven ze zo heel cool een vuistje, yeah. Ook blije juffen hebben een boel regels, jawel. Maar ze vertellen wel waarom. En als je iets niet snapt, dan leggen ze het gewoon nog een keer uit. Je voelt je nooit als een vliegje in een web. En opeens kan je van alles. Ha! Blije juffen maken blije liedjes. Ze spelen spelletjes, ze geven knikkers weg, ze doen een dansje. Ze zijn meestal rustig van binnen en nooit of te nimmer saai van buiten. Je kunt ze maar beter heel goed vertroetelen, die blije juffen, en er heel erg van genieten. Want er zijn er gelukkig veel van, maar je weet natuurlijk nooit wat er het volgende jaar weer komt. Oh nee. Is ze daar terug? Dat
ga ik niet verklappen. Als je het wil weten, ga dan het boek lenen bij de BIP. Maar je kan het ook winnen. Ja, want Frank en ik hebben voor jullie een heuse challenge, een uitdaging. En als je meedoet, dan kan je Bosjuffen Blijjuffen krijgen. Ja, wie weet. Maar Frank legt je daar alles over uit hoe je dan kan meedoen. Hallo, ik ben Frank Dane en ik ben tekenaar van dit prentenboek Bosjuffen Blijjuffen, dat geschreven werd door Siska Goeminne, die dit verhaal speciaal voor jullie heel mooi heeft voorgelezen. Wel, en dit boek, dat is bestemd voor de winnaars van een challenge. En wat is de challenge? Wel, ik daag jullie uit om een tekening te maken van een boze juf. Of een blije juf, je mag zelf kiezen. Die tekening, dat moet een boze juf zijn, maar je kan niet zomaar een boze juf tekenen met bijvoorbeeld een grote lange neus met een pukkel erop en zo, want dan gaan die boze juffen zich aangesproken voelen en dat is geen goed idee. Nee, want dan worden ze nog bozer. Of een blije juf, die moet zo heel gezellig zijn en zo. Wel ja, we gaan dieren gebruiken om de boze juffen en de blije juffen uit te beelden. Dat heb ik ook in mijn boek gedaan, dat heb je daarnet gezien. En ik daag je uit om, om zo'n tekening te maken van een hele boze juf. Je kiest een heel eng dier of een heel streng dier om een boze juf te tekenen. Of je plakt allerlei enge dieren aan elkaar, bijvoorbeeld een neushoornkrokodil of een giraf, vampier enzovoort. En daar maak je een heel eng beest van, of een hele boze juf, of een hele blije juf, een panda, pinguïn of zo, ja, kies maar iets, hè. En de winnaar, die wint dit boek. En ik ga dit boek voor jullie signeren, Siska gaat het ook signeren, en ik ga er ook een tekeningetje in maken.